Ja, Maarten, hoe blij ben je? Ja, wel blij, maar ik voel me ook niet heel erg prettig. Dus dan is het niet prettige gevoel dat overheerst eigenlijk wel. Maar ik ben wel enorm blij dat ik het gehaald heb. En ja, dat was een grote droom op weg naar de Elfsteden Zwemtocht. Dat ik deze 24 uur zou halen. En het wereldrecord zou pakken. En dat is vandaag gelukt. Je hebt het af en toe wel echt zwaar gehad, hè? Ja, weet je, zo'n 24 uur zwemmen, zo lang die inspanning, weet je, dat is nooit prettig. Dus ik had het echt na een uur of 6, 7 echt al wel zwaar. Weet je, en dan moet je echt nog wel heel lang door. Maar dat is stapje voor stapje en accepteren dat het minder gaat en dat het zwaarder wordt. En dan toch maar het beste eruit halen. En het is gelukt. Ja, vorige keer is de poging niet gelukt, maar je had je er nu anders op voorbereid, hè? Ja, ik heb me wel echt beter voorbereid. Dit is voor mij natuurlijk een volgende stap op weg naar de Elfsteden Zwemtocht van 18 tot 20 augustus. Waar ik ga zwemmen om van kankeronderzoek zoveel mogelijk geld binnen te halen. En ik ben weer meer getraind, ik ben beter in vorm, ik ben sneller. Ik heb meer lange stukken gedaan al, van Amsterdam naar Rotterdam gezwommen. Het kanaal heen en terug gezwommen. Ook dat ik dat vorig jaar al 24 uur gedaan. Al die dingen die helpen heel erg. En al deze trainingen. Ik voel me nu heel beroerd. Ik moet er eigenlijk helemaal niet aan denken. Maar ik ga straks het water weer in. En Ja, je moet weer, hè? Nou, ik plak er nog even een training aan vast. Tot en met 7 uur morgenochtend. Dus dat is nog een keer een training van 12 uur. Maar is dat nog te doen? Want je bent kapot volgens mij. Nou, ik ben helemaal stuk. Dus ik heb er ook echt geen zin in. Maar de slogan van de Elfstedentocht is niet voor niets. Ik geef alles. Doe je mee, weet je. En ik heb om kankerpatiënten te helpen, daar heb ik alles voor over. En als het dan nodig is dat ik nu nog het water in spring en 12 uur zwemmen, dan doe ik dat. En je kreeg volgens mij het mooiste cadeau wat je maar kan wensen, dikke kussen van je dochters. Dat is natuurlijk het allermooiste.